Goeiedag dames en heren, ik ben van Garantjoep en in deze video gaan we dus de Sikkaas Revoluta uitpakken. Die heb ik tevens als een cadeautje voor mijn lieve moeder gekocht en eentje voor mezelf. We hebben er dus twee besteld. Die zitten hier in de doos. Ik gun haar in principe dit cadeautje omdat we de hele tuin hebben opgeknapt. We hebben cactustuinen aangelegd afgelopen jaar. We hebben de bonsaitafel geplaatst, we hebben een kast geplaatst, we hebben de muur gesloopt. We gaan nog diverse andere doelen doen, dus vandaar even een cadeautje voor mijn lieve moeder. En voor mezelf ook een lijntje. Dus we gaan hem uitpakken. Die zit hier in de doos. Nou, de doos moet natuurlijk open. Doen we heel voorzichtig. De doos is ongeveer 26 cm bij 29 cm bij 70 cm. Dan hebben we hier dus de ballonjes. Oh nee, laat me wel hier op staan. Dan zien we hem een stuk beter. Nou, ik dacht hem eerst op de grond te zetten. Dat is niet handig. Dan gaan we hem openmaken. Dan zullen we zo de verzorging bespreken. Als je enkele vragen over deze palm, dan hoor ik het graag. Er zal eventueel nog een instructieboekje bij zitten, zodat we goed kunnen zien en goed kunnen lezen wat de verzorging is. En daar gaat hij. Daar gaat hij. Wauw. Wauw. Vet hoor, het zijn er twee. Het zijn er twee, ja. Ik haal hem er even af. De doos is nu open. Kijk. Hoe haal je dat nou uit dan? Dat is hier onderaf. Ah, het zit in een setje. Kijk eens aan. Zeker. Ja. Voilà. Ja. Hier eentje. Ja. Ja. Wauw, prachtig exemplaar. Ja, Sikkaas Revoluta. Is ze ook wel de dadenpalm of de vredespalm genoemd? Er is ook de naam de valse palm, maar er zit een verschil in, dat weet ik niet precies. Maar dit is dus de dadelpalm, vredespalm, oftewel de Latijnse naam Sikkaas Revoluta. Oftewel een familie of een verwant aan de conifer. Geweldig! Ja, nou, en weer hebben we er nog één, want we hebben er natuurlijk twee. Ja, nog eentje, ook in een prachtige zak. Wauw, kijk eens aan, dames en heren. Kijk eens hoe geweldig. Twee Sikkaas Revoluta's. Prachtige kamer. Wat is het dan? Mensen zouden natuurlijk afvragen: kan die in de huiskamer? Kan die buiten? Kan die op balkon? Ja. Kan die op terras? Hij zou op allemaal kunnen. Dat is het grappige. Hij zou op allemaal kunnen. Hij zou buiten kunnen met een bepaalde winterbescherming. Daar gaan we volgend jaar op komende winter mee aan de gang. Deze ga ik ook eentje voor mezelf en eentje is voor jou. Eén zo'n Sikkaas Revoluta ga ik in de volle grond zetten. Ik ga hem proberen te overwinteren. Het schijnt mogelijk te wezen. Mensen beweren het kan niet. Het is een exoot. Het is een echte kamerplant. Is inderdaad waar. De plant is steeds populairder. Maar de plant is ook winteraar tot min 6. Dat houdt in. Als het min 5 is, min 6. Dan toch wel of in een kastje beschermen. Of overdak, onder een afdak, onder een bankje of iets. Altijd goed beschermen. Of je pakt hem helemaal in, dus dat ook wij dat gaan doen. Ik ga u laten zien ook hoe ik deze inpak. Ik kan het je deels wel vertellen. Als die aardappel op deze hoogte zit, heb je hier zo de knol zelf. De knol zelf bevat ook zagamelk. Daar wordt ook zagamelk van gewonnen. Dat kun je namelijk eten. Dat wordt een eetbaar dingetje van gemaakt. Het moet wel helemaal bewerkt worden, want de plant is officieel giftig, zeggen ze. Oh, voor dieren, kleine dieren dus, weet je. Ja. Dus dat is wel een dingetje dat je dan een beetje opneemt. Dat is giftig, niet dat ze ervan eten. De plant heeft namelijk één nare eigenschap. Als je de bladeren te veel aanraakt, dus te veel aan het blad gaat zitten, dat houdt in dat je dan bruine puntjes kan krijgen. Dat zal zonde zijn van je sagapalm. Ja. Want je wil natuurlijk een mooie groene palm. Mochten de puntjes nou aan het uiteinde van het blad, mochten die nou een beetje bruin worden en het trekt niet verder het blad in, dan hoef je niet de hele steel weg te knippen. Het enige wat je doet, dan knip je heel voorzichtig met een klein scherp schaartje, knip je dus die hele kleine bruine puntjes weg. Dus mocht die iets bruiner worden van aanraking of te veel kouproblemen, ja. Heb je kans dat die bruin wordt. Als je hem buiten in de tuin zet, zal je hem enigszins moeten beschermen, eigenlijk volledig beschermen, want ze is winterhard tot min 6, mits de juiste bescherming. Is wel een dingetje. We hebben natuurlijk ook een papiertje hier nog in zitten. We hebben hier een
beschrijving. Dan kan de doos even weg. Huh? Zo doen we het. Dan hebben we een beschrijving. Oké, standplaats. Oké, hij wil 3 tot 5 uur per dag zonlicht. Dus hij wil op een zonnige halfschaduwachtige plaats geplant worden. Waar toch wel enige uren zon bij zit. Ze wil redelijk beschut staan tot in de schaduw. Als ze beschut staat tussen allerlei andere bomen. Dan krijgt ze minder last van tocht, vocht en sneeuwproblemen. Dat is wel bij te houden. Ze wil op, wel blijven staan. Ze wil op een rustig plekje staan, dus ze is gevoelig voor aanraking. Je zet haar op een plekje in huis of in de tuin of op balkon. Zodat ze bijna niet aangeraakt wordt. Want dat zou zonde zijn als ze helemaal bruin wordt door aanraking. Ze heeft namelijk aanrakingsproblemen. Het is een prima plant om een stil hoekje te zetten waar die niet aangeraakt wordt. Dan wordt die ook zo min mogelijk bruin. Want de aanraking wordt die bruin. Vallen de blaadjes uiteindelijk eraf en dan heb je een hele raal, je wat te knollen over. Het is wel een dingetje, zet je hem namelijk in een plantenkastje of buiten in de tuin en hij wordt toevallig helemaal bruin dat blad. Kan geen kwaad, het blad overlijdt inderdaad, maar de knol en de wortels blijven altijd intact gedurende de winterperiode, dus die overleven het gewoon. Het duurt alleen wat langer voordat hij helemaal terugkomt, dat die knolletjes helemaal netjes worden. Dat is wel een dingetje, maar de knol blijft gewoon in leven, niet dat het blad helemaal bruin wordt. Dan lijkt de plant wel dood, maar de knol en de wortel blijven in leven. Die kunnen wel iets meer hebben dan meer 6. Dat is een dingetje. Ze kan in huis, balkon, terras of volle grond. Dat is dus belangrijk te weten, hoe koud die er zit in de winter. Hoe benauwd is als ze zal hebben. Een zonnige plek in de wintermaanden is dus wel van groot belang. Water geven, nou dat is misschien voor jou ook wel een goeie, want je vraagt je natuurlijk af, je hebt nu natuurlijk een nieuwe kamerplant of een nieuw plantje erbij voor vele mogelijke standplaatsen. Ja, wat is de waterpatroon? Ik zelf zou zeggen 1 keer per 2 weken is voldoende, want hij heeft liever een drogere periode tussen het water geven door, maar het is namelijk geen cactus. Hij houdt niet van volledig gedroogd. Als je eenmaal droog hebt gestaan, dus na het water geven, als het dan een paar dagen later droog is, dan zou je nu meer water kunnen geven. Hoofdzakelijk in de zomermaanden is dat. Ja. Want het opdrogen tussen de gietbeurten door is heel belangrijk. En sproeien? Sproeien. Je kan hem prima nevelen inderdaad. Ja, je kan gewoon een sproeipomp, je kan je af en toe de blaadjes nevelen. Ik zou hem niet afnemen met een doekje, want dat aanraking vindt hij niet fijn. Nee, dat zou ik niet doen. Maar... Ja. En heb ik nog een vraagje? Ja. Het is een prachtig cadeau, ja. Ik ben er zo trots op, maar ik wil hem buiten dan neerzetten, ja. Dan weet ik 's winters goed overdekken, zeg maar, ja. Dat hij het niet kan doodvriezen, ja. Maar kan ik hem nou in een grote pot zetten? Nou, natuurlijk kan dat, je zou hem prima, dat is zelfs veel, eigenlijk is dat veel beter voor die ziekenhuis dan volle grond. Volle grond heeft wel iets meer nadelen vanwege de kou. Ja. Maar in een pot houdt het in dat je hem lente en zomer buiten kan zetten. En zodra het eenmaal oktober, november, dan is het toch echt wel naar binnen halen. En dan binnen eigenlijk op de vensterbank een beetje water overbruggen. Ja, je zou en dat prima is gewoon, een pot kunnen zetten. Zeg, gewoon potgrond, gewoon. Ja, dat staat hier ook op de gebruiksaanwijzing. Dat had ik al net wel even gezien. Er staat hier een mengsel wat je zelf kan maken. Dat houdt dus in dat bestaat uit brekersand, turf, humus, universele potgrond, kokosnippers, riviersand, potgrond en kokosvezel. Oh ja. Dat is een mix wat je helemaal kan mixen tot een bepaalde substantie wat goed waterdoorlatend is, maar wel voedzaam en luchtig en goede houvast geeft aan de wortels. Er staat hier ook palmengrond. Ja, palmengrond ben ik het mee eens. Palmengrond is goed voor eigenlijk elke soort palm. Is helemaal samengesteld ook met de voedingsstoffen en die mineralen en dingen, voedingssupplementen, wat ik net opnoemde. Zit ook in de officiële palmengrond. Voor potten, ja, voor potten hoeft op zich niet heel vaak. Je kan, de plant hoeft namelijk maar, als hij net verplant is, dan zou die in principe 3 tot 5 jaar verder verplant hoeven worden. Het verplanten zorgt er eigenlijk voor dat de nieuwe voedingsstoffen bij de plant neerkomen en dat je ziet van de nieuwe voedingsstoffen en de nieuwe grond. Dat doet de plant 1 in de 5 jaar wel goed. De plant groeit namelijk heel traag. Het is een traag groeiende plant.
Nou, het beste wat ik kan adviseren eigenlijk is dus wel de planten eigenlijk in een dichte pot, nu momenteel, en in een potten te houden, want dan is het makkelijk verplaatsbaar. Dat kan haar ook een langere levensduur opleveren door haar zwinters op een wintervrije vaste plek te zetten, zodat ze wel koel staat of in de huiskamer, lekker warmtjes, maar niet te dicht bij een kachel. Ze moet volledig ingepakt worden, daar kom ik op een andere video op terug. Dat doen we volgend jaar als ik haar in ga pakken voor de wintermaanden. Dat is nu niet meer nodig. We zien het zonnetje komt er zelfs bij kijken. We hebben heerlijk weer van de week. We hebben van de week 17 graden. Dat is de mogelijkheden om palmbomen te kopen, zoals deze sagapalm. Er is ook wel een palmfamilie, ook wel een familie van een palmvaren. Ze wil droog overwinterd worden, namelijk zo droog mogelijk. Net zoals de Gunnera manicata. Ook video's heb ik daarvan. Dat is de mammoetblad of de reuzenrabarber. Ook die, net zoals deze, de sagaballen, willen droog overwinterd worden. Dus hoe droger, hoe beter. Ik hou me even vast. En wat zou ze namelijk nat overwinterd worden of de hele tijd natte wortels hebben? Of er zou water onder in de pot blijven staan? Dan heb je kans dat ze wortelrot krijgt. En dat zou je niet willen. Want dat houdt in dat de wortels gaan rotten door te veel aan water. Waardoor je plant eigenlijk overlijdt aan een te veel waterprobleem. Het is dus belangrijk de plant een droge periode tussendoor te geven gedurende de groeiseizoen. Dus als je een water hebt gegeven met de gieter, geef wel goed water. Geef hem via de alles of niets methode, dat houdt in heel veel of helemaal niks. Geef hem niet kleine beetjes, want je kan beter dan veel in één keer geven. En dan even een droge, misschien een dag of twee droog. Laten staan, dat zou je misschien in de huiskamer klimaat misschien met een weekje verder zijn, dat hij een beetje uitdroogt. En dan voorzichtig weer water geven, zorg er wel voor dat hij iets kan uitdrogen. Als wintermogelijkheden staat ze natuurlijk graag op een droge plek, helemaal droog, het liefst op een schut tussen de bomen. Waar ze eigenlijk aan de grond groeit eigenlijk van de tropen eigenlijk wel. Ja, het is eigenlijk wel een soort exotisch soortje, past goed in de exotische en oosterse tuinen. Past ook prima in de huiskamer trouwens. In iedere huiskamer is het ook een zeer gewilde plant, omdat ze heel lang mee kan gaan. Ze kan honderden jaren oud worden. Uiteindelijk wordt het blad steeds groter, steeds breder. Dat stammetje wordt steeds groter, steeds breder. En het breidt zich uit tot één grote reus van een palm. Ik heb wel resultaten gezien van de ziekenhuispalmen. Dat zijn zulke dikke stammen. Die zijn zo hoog vanaf de vloer, dus ongeveer een meter van de vloer af. En dat blad is, komt er dan bovenuit gestroomd als het ware als een prachtig exemplaar. Ik heb resultaten gezien dat die winter hard zijn op internet met sneeuw. Die hebben het overleefd, dus daar hebben we goede resultaten van gezien. Wij gaan het ook beleven. De wintermogelijkheden zijn dus heel beperkt voor deze Cycas. Dit is een Cycas revoluta. Even kijken, nou, dan hebben we eigenlijk alles verwoord. Ja, ze houdt van een zonnige, halfzonnige plek, dus dat is belangrijk. Nou maar, als je ik, dit... heb je nog een vraagje? Heb nog een vraag. Vraag raak. Ik ken van dit soort, ken ik wel. Alleen dan heb je, is de plant natuurlijk ook heel anders, andere plant. Maar moet deze dan lauw tot koud water hebben of nog ijskoud? Voor veel kamerplanten is dat eigenlijk wel een bekende vraag. Het beste is altijd met lauw water te sproeien. Ook het water geven zelf met lauw water is altijd beter. In de winterperiode, als ze buiten staan, hoeven ze helemaal geen water te hebben. Okay. Dan is ze geheel droog. Dan zou je ze ook het beste in kunnen pakken, maar in dat proces moet je nog helemaal mee. Daar begeleid ik helemaal in. Dus eigenlijk al die puntjes die je onderin ziet, wordt een blad. Het blad komt uit het midden van de kroon vandaan. Helemaal precies uit het hart van de kroon. Okay. Precies het puntje van de knoop. Maar omdat hij heel langzaam groeit, heb je kans dat hij jarenlang deze bladeren blijft houden. Dus hij groeit zo traag dat het eigenlijk heel lang duurt voordat hij echt groot wordt. En dan heb je de aarde, heb je, kun je zo kopen in de tuincentrums. Ja. Dat is voor mij makkelijker dan mixen. Mm. Heb je ook veel voeding nodig? Voeding. De Cycas revoluta is zeer traag groeiend, dat hij eigenlijk zeer weinig voedingssupplementen uit de grond haalt. Zoals ook al wat ik al verwoorden natuurlijk vergeleken andere kamerplanten. Normale kamerplanten, de snelgroeiende planten, gebruiken zoveel mogelijk voedingsstoffen en zoveel mogelijk mineralen en benodigdheden wat in de grond zit. Ja. Wat ook kant-en-klaarig wordt, eigenlijk elke grond bevat wel bepaalde mineralen en voedingsstoffen. De Cycas revoluta is een trage groeiende plant, dus zal wat minder snel zijn voedingsstoffen gaan verbruiken.
Waardoor hij eigenlijk maar eigenlijk één keer in de groeiperiode zegt eigenlijk als je hem in de huiskamer houdt of eigenlijk vanaf buiten dus gerekend wat ik ga doen buiten. Dan hoef ik hem enkel met koemest te bemesten en gooi gewoon een beetje koemest rondom de plant. Is meer dan voldoende voor buiten, maar het is buiten. Buiten, binnen wil je natuurlijk geen koemest hebben, want dat gaat ontzettend zinken. Het heet ook niet van die spoeien, poep. Ja, oké. Okay. Dus ja, voor de sika's is het namelijk wel handig in dat groeiseizoen, dus als hij in leven is, dus ja, zoals nu in principe. Zou je in principe kunnen voeden met vloeibare palmenvoeding? Ja. Nu zijn er natuurlijk wel diverse soorten merken te verkrijgen. Maar voor deze sika-palm, voor een huiskamer. Wat bij jou een huiskamerplantje of een tuinplantje? Tuinplant. Toch wel een tuinplantje. Oké. Okay. Ah, leuk, dan hebben we dezelfde doelen. Ja, dat is leuk voor in de tuin. Ja. Dan kan hij ook goed groeien. Precies. Ja, en ik heb er niks aan als ik hem van ene pot naar de andere pot moet verplaatsen. Omdat dan weer die te en weer. Wordt. Nee, dit is, Eén standplaats is dan het beste. Ja, eigenlijk is het zo dat wat ik ook wel vaak doe met mijn potjes en planten in potjes en zo. Als ik planten heb in een pot, ik zet ze vaak op een vaste plek. Ja. Daar komen ze ook feitelijk niet van vandaan. Ik heb meestal vaste plekken voor mijn potten. Dat is wel fijn. Sommige planten vinden het ook niet fijn steeds dat verplaatsen. Ja, inderdaad. Dus gewoon één vaste plek en dan. Precies. Ik kan ik dan ook zeggen van ik vind dit een heel klein potje, maar hij staat op één plek of in de volle grond of in zo'n grote bak? Ja, wat is je vraag dan? Is dat handig of zeg jij van? Oh ja, nee, ik adviseer. Ik adviseer zeker in de lente, aangezien we het net hebben. Ja, we weten niet hoe lang hier geleden voor pot is natuurlijk. We schatten nu vanaf dag nummer 1 dat we hem hebben. Eigenlijk gelopen het seizoen, het is nu net een beetje lekker weer aan het worden. Nu afgelopen winter eigenlijk hebben we weinig kunnen doen in de tuin, maar nu het lekkerder weer wordt, kunnen we ook langzamerhand in de lente. De lente staat voor de deur. Yes, groene natuur, groene vingers. Daar hebben we allemaal wel een beetje last van. Ja, het gaat alweer kriebelen, hè? Ja, het seizoen komt eraan. Het wordt weer lekker. Ik ben echt trots hoor. Dus het is ook echt een periode van palmpjes aanschaffen. De begin van de lente, einde van de winter, begin van de lente is de ideale periode om palmpjes aan te schaffen. Goed advies voor de palmliefhebbers. Ik heb dus ook een liefhebber, een YouTube-liefhebber. Dat is een persoon die graag naar mijn video's bekijkt. Ik heb ook advies gevraagd en even informatie gevraagd over deze sika-palm. Dat is een echte palmenkweker. Die doet het gewoon voor zijn hobby, niet als werk of zo, maar gewoon als hobby. Die kweekt allerlei soorten, diverse soorten palmen. Dat is Tropic Ocarnanova. Hey, toppie trouwens voor de info. Tropic Ocarnanova, dankjewel. Wij hebben hier een hele hoop aan. Heb je nog eventueel vragen? Nee, dat was het eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja, ik wil je heel erg bedanken, want ik ben er trots op. Super, super. Nou, graag gedaan. Ik heb het altijd al willen hebben, maar geen ruimte voor gehad. Ik heb nu een grote tuin, dus dat is wel fijn. Dan gaat hij mooi zijn plekje krijgen. Ja, zeker. Zeker. Netjes. Top. Ja, toch? Nee, komt goed. Dan zou ik zeggen van, vindt u het een leuke video? Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Oh ja. En dan zou ik zeggen, adios, amigos. Dag. Doeg. Peace.